Het aantal mastitisgevallen is teruggegaan van 40 naar 15 per jaar. We hadden veel last van Mortolaro en dat is zo goed als verdwenen. En de scores met Digiclaw zijn aanmerkelijk verbeterd. En momenteel is onze tussenkalftijd 388 dagen. Zeker hierdoor is de productie gestegen van 10 naar 12.500 kilogram melk per koe. Fokken op maat is voor mij niet meer fokken op emotie, maar op basis van cijfers. Voor een veehouder als ik, die met 100 koeien zoveel mogelijk rendement wil halen, is dat echt cruciaal.